Flevoland heeft een heleboel inwoners die wel degelijk een band, een verleden met de oorlog hebben, maar dan beleefd op andere plekken in Nederland. Flevoland is te jong om de oorlog meegemaakt te hebben, met uitzondering van Urk en de Noordoostpolder, waar de oorlog wel degelijk heeft huisgehouden. Ik bracht het vrijheidsvuur hier naar binnen en dat vond ik best wel bijzonder. En ja, dat is gewoon een eer voor mij, vind ik. Dat doet heel veel met je. Dit jaar zitten we natuurlijk met de coronacrisis, waardoor we het niet collectief met veel publiek kunnen doen. Dus daar zijn we al een stuk vrijheid kwijtgeraakt. Het is een min of meer eigen gekozen belemmering van de vrijheid. Het is ons niet opgelegd door een vreemde mogendheid van buiten, maar toch verliezen we hier onze vrijheid en dat maakt het des te indringender. Mijn wens is dat we er elke keer opnieuw in slagen op dagen als deze om bij de bevolking binnen te dringen. Dat men zich realiseert waar dit over gaat en dat iedereen zich individueel ook realiseert wat de eigen verantwoordelijkheid is om dit goed te houden. Het vrijheidsvuur doorgeven betekent voor mij dat het wordt blijven doorgegeven. Het vuur, het feest, maar ook de herdenkenis. En dat is toch wel heel belangrijk, vind ik. Want het moet niet vergeten worden wat voor ernstige dingen er zijn gebeurd vroeger. En hoe blij we eigenlijk nu ook wel kunnen zijn met hoe lang we al vrij zijn. Want 65 jaar is al een hele lange tijd. Toen ik het vrijheidsvuur kreeg van Hakim, was ik enerzijds blij dat ik van Hakim dat vuur mocht ontvangen van de jeugd, de nieuwe generatie. En anderzijds realiseerde ik mij dat het toch wel een heel bijzonder moment is, omdat het heel ongebruikelijk is dat we het op deze manier doen. Door de coronacrisis kunnen we het niet met groot publiek doen. Maar ik ben blij dat we toch een mogelijkheid gevonden hebben samen met alle andere 11 commissarissen tegelijkertijd om 12 uur 's nachts dat vuur aan te steken. Ik vond het gewoon een heel mooi moment toen ze het aanstaken. Ja, dat het vuur zo groot werd, dat vond ik heel mooi, ja.